Hans, je zei een tijdje geleden dat als je iets gaat bereiken, dat moet je toevallen. Je hebt al gezegd, er zitten mensen 20 jaar bij mij en die schuiven een centimeter op en dan zijn er ook, die komen één keer. Zijn er ook, die komen één keer en die gaan ineens heel hard. Is het dan goed om dan niets meer te doen? Ga je daarover dan? Nou, ik kan wel besluiten nu om hier te zijn, bijvoorbeeld. Ik doe dat niet. Dan denk je maar. Oké, dus dan laat ik het maar gaan en komt het wel. Je hebt nooit iets besloten. Het ging altijd zo. Zoals het gaat. En de ene heeft een enorme drive en de ander minder. En de ene heeft wat meer rommel intern dan de ander. En de ene die moet bij mij zijn in het droomtheater en een ander niet. Dus er zijn zoveel variabelen. Nobody knows. En er zijn ook allerlei lui die worden wakker. Zonder dat ze naar satsang gaan. Gewoon omdat ze uitzoeken hoe het zit. Het is niet per se noodzakelijk of zo. Het is gewoon een van de vormen die blijkbaar in het droomtheater ontstaan zijn. Maar je hebt ook van die lone wolves en die sluiten zich ergens op en die zoeken gewoon uit hoe het zit, klaar. En daar hoor je nooit meer van. Ik ging ook niet naar satsang om het uit te zoeken. Ik ben 2 keer naar satsang geweest nadat het kwartje gevallen was. Omdat anderen zeiden van ga eens mee naar 1 keer Alexander en 1 keer... What's his face? I don't know. Nou, toen was me vrij snel duidelijk. Ik heb hier niks te zoeken, maar het is verder leuk entertainment. Maar ik heb nooit besloten om spiritueel onderzoek te gaan doen of iets dergelijks. Dat gebeurde gewoon en het spiritueel onderzoek pakte mij. Het was niet dat ik dat ging doen. Ik werd dat en kon er niet mee ophouden. En, met alle plezier en pijn die daarbij hoorden. En toen... Maar ik heb nooit gezegd van, dat ik dat kan claimen. Of dat dat mijn verdienste is of iets dergelijks. No way. Waarom deze wel en een ander niet? Weet je wel? Ja, omdat het zo ging. No reason. Ik ben niet toffer dan anderen of iets daarvan. Het zou zo leuk zijn als er een manier was om je bewustzijn te vergroten. Ja, die zijn er ook. Daarom zeg ik hier, dan vertel ik dingen en schrijf ik boekjes. Wat je wel en niet, beter niet kan doen. Maar of het valt wat ik zeg, daar ga je niet over. Dus ik kan tegen één iemand zeggen, stop en kijk. En dat is volstrekt helder. En de ander denkt, stop en kijk, waarnaar? Waar heeft hij het over? Daarom is het leuke ook van dit, als je het al werk wil noemen, van die woorden die komen er gewoon uit en de stiltes en de gebaren. En wat dat met wie doet, weet ik nooit. En dat is maar goed ook. Dan hoef ik me ook nooit druk te maken, ik hoef niet te hechten aan een resultaat, ik hoef niet te claimen als er iets wel of niet gebeurt bij iemand. Weet je wel, en kan het vrij zijn. En anders, dan zou het een heel akelig en een beetje eng gebeuren worden. Als ik daarover zou gaan, weet je wel, van dan mag ik jou wel of niet en dan ga ik wel of niet daar het doen, zeg maar. That would be horrible. En verder zijn dingen altijd leuk om te testen, dus als de overweging er is, en dit is allemaal maar een denkspelletje, zo van, nou, dan kan ik net zo goed stoppen. Dat hebben mensen wel eens meer geroepen, dus dan gaf ik ze advies. Oké, de komende 3 maanden denk je hier niet aan. Je leest geen boekje. Je gaat geen satsangetje luisteren of af. Niemand heeft een dag gehaald. Want het komt op als het opkomt. Weet je wel, we gaan daar niet over. Daarom maak ik vaak aan die flauwe grap van, bepaal maar eens even wat je over 30 seconden denkt of voelt. Daar ga je al niet eens over. En toch denken wij dat we de master of the universe zijn en aan het stuur zitten in ons leven. Ik kan niet eens bepalen wat ik ga denken. Kortom, ik weet niks en ik kan niks. Eigenlijk, I am happening. Not somebody doing something.
Ja, sorry, dat is vrij evident voor mij. Ik kan hem uitleggen. Daarom ook die stomme vergelijking, wat ik in Rozengeur of zo opschrijf, van dat het meer is net als een soort virus. Het is niet dat jij dat doet, het krijgt jou te pakken of niet. Weet je wel, en de een is vatbaarder dan de ander, er is niemand schuld of verdienste. It just goes that way. En sommigen die hebben het, zijn drager, 20 jaar, zal ik maar zeggen, voordat er iets gebeurt. En anderen zijn drager en er gebeurt nooit wat, en dan daar. Ja, het is wat het is. Vaak is het toch wel zo een soort wens om aan pijn te ontsnappen. Of zijn de meeste mensen die met dit soort dingen beginnen, die hebben iets waar ze niet gelukkig over zijn. Ja, sure. En ik. Maar mensen die gelukkig zijn over een ik, die zitten hier niet. Nee, dat klopt. Maar dat is gewoon een kwestie van wachten. Verder is gewoon natuurlijk, heel veel mensen beginnen inderdaad om pijn te vermijden. Alleen het punt is dat het eerder om gaat en te zien hoe pijn ontstaat. En dat die gebaseerd is op allerlei misvattingen, aannames. En de grote grap van hoe harder ik probeer iets te vermijden, hoe meer voeding ik het geef. Dus we houden in stand wat we pretenderen te willen vermijden. Dat is toch apart. We lijden door gebrek aan inzicht, niet door hoe de dingen zijn. Nou, sommige mensen zijn daar open voor om daar iets over te horen. 99% van de mensen willen gewoon iets van een vorm van symptoombestrijding. Op wat voor level dan ook. Via praatjes of pilletjes of een ander huis, een andere relatie. En, want dan wordt alles beter op .nl. Nou. Repeat, repeat, repeat. Erg blij worden jullie er niet van, zie ik wel. Dat is ook een conclusie. Ja, tussenconclusie. Want, jouw woorden zijn bijzonder, maar dat wat erachter ligt, daar gaat het in feite om. De wensloze substantie waaruit voortkomt, en een stukje entertainment die we er zo bij krijgen, dat is heel aangenaam, maar daar gaat het nou niet om. Nee, het gaat... Shit, ik ben doorzien. Nee, het gaat natuurlijk om de receptiviteit. Dat onzichtbare, dat niet tastbare, om daar contact mee te maken. En het is wat jij zegt, 99% van de mensen die willen iets anders en doen aan symptoombespreiding. Maar... Een zekere receptiviteit voor daar waar het om gaat, ja, dat is toch een schaars goed. En ik ben heel graag bij jou, niet voor je woorden, maar daar waar het uit voortkomt. Mm-hmm. Dat is de essentie waarom ik hier ben. Oké dan. Ja, Jan nemen we op de koop toe. Dat is mij te goedkoop, Hans.
horen wel. Iemand nog iets? Ja, ik zou graag willen weten hoe jij tegenover meditatie staat. Kijk, stom. Wat wil je dan maar? Nou, zoals net ook. Als je dan zo zit, is zo ontzettend fijn. Dan is dat meditatie. Nou, dan ben ik in ieder geval dichter bij mijn zijn als dat ik... loop, doe, denk. Nee, dat is niet waar, maar je merkt iets anders op. Je kunt niet dichter of verder weg van zijn. Zijn is alles wat er is, dus dat gaat syntactisch niet op. Mm-hmm. Maar je merkt iets anders op. Laat ik de vraag anders beantwoorden. Meditatie ben ik een groot voorstander van. Mediteren niet. Het is een werkwoord. Is iets doen, is van wat er is, weg willen naar iets anders. Onder een spirituele noemer. Terwijl meditatie is gewoon hier nu zijn. Punt. Easy. De stilte opmerken of de compleetheid die al is, in plaats van stil zitten worden door mediteren. Which is violence. Cruciaal. Dus meditatie is heel makkelijk. Die ogen die gaan dicht, ik voel het de hele tijd, maar die ogen gaan dicht. En dan is het iets makkelijker om te proeven of te luisteren of whatever, hoe je dat noemen wil. Kost geen moeite. Ja. Want meditatie is wat ik ben. Niet iets wat ik doe. It's easy, it's the easiest thing. Ademhalen is nog net iets lastiger eigenlijk. Want dan moeten die longen voor op en neer. Dat heb ik dan hard gewerkt de laatste jaren. People do that. Ja. Dat is een cruciaal verschil. Technieken om stil te gaan worden, dus mijn systeem tot stilte te dwingen, of mijn aandacht schenken aan dat wat al stil is. Ja. Right now. Dan duurt mijn mediteren een kwart seconde. En het leuke is, body-mind tunt zich vanzelf daarop in. Maar als ik ga proberen mijn geest stil te krijgen, of een bepaald gevoel te gaan voelen, dan ben ik op weg naar iets. Ik ben dan op weg naar iets. Dus dan voedt het gemediteerd mijn ik. Terwijl als de aandacht geschonken wordt aan dat, verdwijnt het ik. Maar stop. Tjong, jongeman. Nou, ik heb geen zin meer. Hartstikke bedankt. Ik ben helemaal ontroerd en voldaan. En dankbaar. Ja, dat is waar. Trouwens. Kut. Thanks. Thank you.